Vandaag gaan we u laten zien hoe u een hele luchtige cake kunt bakken van eekhoorntjesbrood, sepsels. Als alles 2 uur in de koeling heeft gelegen, pakken we onze magnetronbestendige bekers. We maken daar eventjes kruislinks een sneetje in, zodat de warmte en de lucht er vrij gemakkelijk uit kan. Als één keer uit de magnetron komen, legt u ze op de zijkant neer, zodat de warmte er even heel goed uit kan. En vervolgens kunt u ze eigenlijk heel gemakkelijk eruit halen. En zoals je ziet, heb je dan een hele luchtige cake gebakken. In dit geval helemaal gemaakt van eekhoorntjesbrood. Deze cakejes gebruiken wij in combinatie bij een gerecht. Met name in het najaar met wat wild, om daar kleine accenten aan toe te voegen, zodat er een volledige smaak van de paddenstoelen aan het gerecht wordt gegeven. Thank you.